hier is Arnold. Al bijna een uur lang probeert hij te beslissen wat hij zal kiezen tussen kokoswater en cola. Hoe erg origineel, Arnie. Arnold, je bent gewoon een magneet voor problemen. Dit ziet er echt slecht uit. Je moet onmiddellijk naar het ziekenhuis. Je haalt het ziekenhuis niet. Je hart zou kunnen stoppen. Je hebt een noodbloedtransfusie nodig om de druk in je bloedsomloop op peil te houden. Tijdens de oorlog in Vietnam werden soms kokosnootinfusen gebruikt om de gewonden te behandelen. Verbazend genoeg lijkt kokoswater nogal op menselijk bloedplasma. Dus, wat hebben we? Cola? Oké, laten we aan het werk gaan. Maar eerst moet je al het gas kwijt zien te raken. Als het gas dat in het drankje zit in je bloedvaten terechtkomt, scheurt het je letterlijk van binnen uit elkaar. Cola bevat suiker, glucose. Dit is een perfecte bron van snelle energie en maakt het mogelijk je echt op te peppen. Het lijkt te werken. De cola heeft wortel geschoten in je lichaam. Maar je uiterlijk is maar een klein beetje veranderd, maatje. Zelfs je haar is van kleur veranderd. Maar aan de andere kant ben je een graag geziene gast op elk kinderfeestje. Met zoveel cafeïne in de cola die door je aderen stroomt, hoef je nog maar eens in de 3 dagen te slapen. Nu heb je veel meer tijd dan gewone mensen. Immers, zelfs professionele atleten drinken cola voor een snelle dosis energie. En je kunt altijd een navulling krijgen in de dichtstbijzijnde supermarkt. Nee, stop, jij kamikaze gek! Slechts 1 enkele Mentos kan je veranderen in een grondluchtraket. Maak je geen zorgen, Arnold. Ze laten je gaan als je het juiste antwoord geeft. Dus, raad eens wat er op de foto staat. Fout! En op deze? Nee! Verman je, man. Dergelijke experimenten werden in de jaren 50 in de VS uitgevoerd. Hun doel was het ontwikkelen van paranormale vermogens bij soldaten, om zo een voordeel te krijgen in de Koude Oorlog. De proefpersonen kregen LSD, omdat LSD de activiteit van neurale verbindingen aanzienlijk verhoogt. Arnold, verman jezelf. Zelfs een rat leert sneller dan dat. Nou, waar? Dit is geen gewone rat. Hij heeft een chip in zijn hersenen. Wetenschappers bewezen al in 2013 de mogelijkheid om zenuwimpulsen op afstand door te geven. De ratten zaten in verschillende steden, maar ze handelden samen, dankzij elektroden die in hun hersenen waren geïmplanteerd en het internet. Het lijkt erop dat Elon Musk alle verschillende manieren om telepathie te ontwikkelen tegelijk op je gaat uitproberen. Arnold, stop! Je hebt je nieuwe vaardigheden nog niet onder de knie, vriend. Gedachten lezen heeft veel voordelen. Nu kunnen mensen niets meer voor je verbergen. Maar ik moet je waarschuwen, je zult niet alles leuk vinden waar ze aan denken. De voordelen in een relatie: je kunt meteen weten of je partner echt van je houdt. Of niet. Je kunt de taal van dieren begrijpen. En je kunt je perfecte match vinden. Maar wat als alle andere mensen elkaars gedachten konden lezen? Een ideale wereld zonder leugens en onwaarheden. Of misschien ook niet. Hé, meneer, wees niet beledigd als hij denkt dat je neus te pukkelig is. Verdorie, dit is een ramp. Nee, Arnie, stop. Denk er zelfs niet aan. Ah, ik snap het al. Je hebt besloten je droommeisje te verrassen. Like het voor de moeite. Klop op haar raam, alsof je op haar hart klopt. Romantisch, de kussen van Spider-Man. Die wel een paar pondjes kwijt kan raken. Maak je geen zorgen, Arnold. Zorg ervoor dat je landt op het sterkste bot in je lichaam. Je botten zijn sterker dan beton. In het onderste deel van je been, tussen de knie en de voet, ligt het scheenbeen. 1 vierkante millimeter daarvan kan een belasting tot 12 kilo in spanning en tot 16 kilo in compressie weerstaan. Dat is 7 keer sterker dan beton. Stel je voor, huizen gemaakt van botten. Nou ja, het is een beetje griezelig. Arnold, geef niet op. Hier is mijn advies. Probeer haar te benaderen als een koerier die pizza's aflevert. Oeps, het lijkt erop dat Tagai's vriendje nu niet alleen een hekel heeft aan een ananaspizza, maar ook aan jouw maatje. En in plaats van een kus van de schoonheid krijg je een andere breuk. Maar maak je geen zorgen, er zit een lichtpuntje aan dat alles. Het blijkt dat botbreuken een voordeel kunnen hebben.
Tijdens het genezings- en vergroeiingsproces vormt zich een soort beschermende manchet van nieuw bot rond de plaats van de breuk. Gedurende de eerste paar weken van genezing wordt het bot op de plaats van de breuk tijdelijk sterker dan normaal. Arnold, nu je botten sterker zijn geworden, is het tijd om een zeer extreme act uit te voeren. Takaya's appartement binnenvliegen met behulp van een motorfiets en een schans. Ik weet zeker dat je met deze stunt haar aandacht zal trekken. Ja, misschien dat je eerst moet oefenen. Ik heb nog zoveel meer experimentideeën. Maar misschien kunnen we je bewustzijn overbrengen naar een flashdrive. Ik vraag me af hoeveel gigabytes we nodig hebben. Het is moeilijk te geloven, maar Arnold's hersenen hebben een enorme geheugendichtheid. Zijn capaciteit is 2,5 miljoen abstracte gigabytes. Hiervoor hebben we 2500 harde schijven nodig met elke volume van 1 terabyte. Abonneer je en klik op Vind ik leuk voor meer interessante feiten. Maak je geen zorgen, Arnie. Binnenkort ben je een cyborg. Half robot, half mens. Dan zul je nergens meer bang voor zijn. Iedereen zal bang zijn voor jou. Hasta la vista, baby. Een groot deel van de hersenen wordt in beslag genomen door verschillende levensprocessen. Zelfs om een scheet te laten zijn miljoenen neuronen nodig. Het volume van het semantische geheugen, dat is informatie en symbolen, kennis over de wereld, is aanzienlijk kleiner dan het totale volume. Om bijvoorbeeld alles van het Engels te leren is slechts 12 megabyte nodig. Geen zorgen, Arnold. Het is ons gelukt om alle gegevens uit je hersenen over te zetten. Hoewel, het bleek niet echt te veel te zijn. Alles past op 1 flashdrive. Ik heb zelfs een paar nieuwe functies geïnstalleerd. Nu, jij, Arnold, kan wiskundeproblemen oplossen zonder rekenmachine. Het precieze werkgeheugen van de hersenen kan 5 tot 9 cijfers tegelijk bevatten. Dat zijn maar ongeveer 40 bits of 5 bytes. Je kunt het werkgeheugen vergroten door verschillende elementen te combineren. Bijvoorbeeld 3, 5, 2. Dat zijn 3 elementen. Maar 352, dat is 1 element. Arnold, je kunt je gewone leven weer oppakken. En nu hoef je je geen zorgen meer te maken over buikpijn door het eten van te veel pizza. Arnie, misschien is het tijd om een fatsoenlijke baan te zoeken in plaats van in te gaan op dubieuze aanbiedingen van vreemden. Nieuwe tandpasta met burrito smaak? Wat maakt het ook uit? Nee, niet opeten, idioot! Tandpasta bevat fluoride. En het eten van slechts 0,3 ml tandpasta kan het fluoridegehalte in je lichaam verhogen. Als je 30 dagen lang zo zal eten, zou je fluorose kunnen ontwikkelen. En dan zou je mond veranderen in een kunstgalerie. Waar elke tand een ander en uniek patroon en kleur zou hebben. Arnold, ik denk dat je het beste geld kunt verdienen aan experimenten op je eigen lichaam. Maar er is een klein probleempje. Niet alleen toeristen willen met je op de foto, maar ook tandartsen. Jij bent tenslotte de enige persoon die een week lang tandpasta heeft gegeten. Het is moeilijk te geloven, maar als je tandpasta met fastfood eet, neemt de kans op obesitas meerdere malen toe. Door de antimicrobiële stoffen die bacteriën in de mondholte moeten bestrijden, vernietigen ze het microbiome in je maag, verstoren ze je stofwisseling en blazen ze je op als een verjaardagsballon. Ik heb 2 nieuwtjes. Het goede nieuws, je dealer is gepakt en gaat de gevangenis in. En het slechte nieuws, je bent er vreselijk aan toe en je diagnose is tandpastaverslaving. Ja, wie had ooit gedacht dat je door wat tandpasta op het randje van de dood zou belanden? Nu wacht je een lange en serieuze revalidatie. Triclosan is een stof in sommige tandpasta's die je zenuwstelsel kan uitschakelen naar slechts 1 tube. Je voelt je ledematen gevoelloos worden en de rillingen lopen non-stop door je lijf. Maar hardlopen is waarschijnlijk uitgesloten voor je, omdat de neurotransmitters de controle over je spieren verliezen. Arnold, het is tijd om te stoppen met tandpasta. En er is 1 heel effectieve methode. Een reset van je lichaam. Voilà, en je bent dus zo goed als nieuw. Dus, je hebt besloten om breder te worden? Hoe durven ze? Arnold, laat zien wat jij waard bent. Wow, Arnold. Je bloeddruk is nog nooit zo hoog geweest. Wees voorzichtig. Hoge bloeddruk tast de bloedvaat in je ogen aan. Wat kan leiden tot gezichtsverlies? Meestal is zo'n gezichtsverlies tijdelijk. Meestal. Hoe dan ook, om nu veilig thuis te komen heb je een blinde geleidehond nodig. Geleidehonden ondergaan een training die 1,5 jaar duurt.
En de kosten van een geleidehond kunnen oplopen tot $20.000. Wat? Een hond is te saai voor jou? Wat dacht je van een pony? Het trainen van een blinde geleidepony is makkelijker dan het trainen van een hond. Bovendien is het een geweldige optie voor mensen met allergieën. Of voor moslims. Coole hoed, Arnold. Als je blind bent, heb je niet zoveel vrije tijdsopties. Dus zet je koptelefoon op en ontspan. Maar onthoud, blootstelling aan geluiden boven de 85 decibel beschadigt het gehoor. Trouwens, het volume van een koptelefoon is 95 decibel. En een rockconcert bereikt 115 decibel. Het geluid van een straalmotor bereikt 160 decibel, waarbij trommelvliezen barsten. En 180 decibel is dodelijk. Dus, je bent thuis, Arnold? Woon je op de ruimtehaven? Nee, wees dan voorzichtig. Arnold! Het spijt me, maar bovenop alles ben je ook nog doof geworden. Maar wanhoop niet. Voor communicatie hebben mensen die zowel doof als blind zijn toegang tot tactiele gebarentaal. Het Lorna-alfabet of de Braille-handschoen. De handschoen is een apparaat met contacten van geleidend materiaal. Wanneer deze is aangesloten, worden gegevens verzonden op basis van het Braille-principe. En worden trilindicatoren gebruikt om het signaal te ontvangen. Het lijkt erop dat je de handschoen onder de knie hebt en weer bent gaan trainen. Alleen, in plaats van de sportschool ben je de vrouwenkleedkamer binnengelopen, maatje. Dit is awkward. Maar hey, je zicht keert tenminste even terug. Al was het maar voor heel even. Wat is dit voor springende speeltuin? Het lijkt wel op een slaapzaal van een universiteit, maar niet op de beste. Wauw, Arnold. Het lijkt erop dat je een superster zou kunnen zijn in een nieuwe reality-serie. Hoe zijn ze in hemelsnaam aan een dossier van jullie gekomen? Whoopsie Daisy, ik denk dat ze jullie per ongeluk hier hebben gekregen. Wat willen ze van jullie? Uh-oh, dit bevalt me helemaal niet. Arnold, heb je niet kunnen slapen? Een dag zonder slaap leidt tot hoofdpijn. Je gehoor wordt gevoelig en moeilijk. En je geheugen wordt aangetast. Je moet echt slapen. Men gelooft dat een mens gemiddeld niet meer dan 5 dagen zonder slaap kan verdragen. Dan begint de echte beproeving. Optische en auditieve hallucinaties beginnen. De eerste die een wereldrecord zonder slaap vestigde was de 17-jarige Randy Gardner, die 11 dagen opbleef. Maar dit werd later overtroffen door Robert McDonald, die 19 dagen wakker bleef. Maar de vertegenwoordigers van het Guinness Book bevestigden het niet. En dit soort experimenten op jezelf uitvoeren is nogal gevaarlijk voor je gezondheid. Je bent de enige die nog over is, oude vriend Arnie. Ik moet denken aan een legende over Sovjet-wetenschappers. Ze stopten 5 mensen 15 dagen lang in een kamer met een stimulerend gas dat hen wakker hield. Bespioneer jij mensen? Weet je, het is niet zo leuk om een gluurder te zijn. Vooral zo schaamteloos. Ik heb je gewaarschuwd, Arnold. Als je naar de zon staart, maak je dan maar klaar voor verbrande ogen, sukkel. Onze ogen zijn de weg waarop lichtgevoelige cellen reizen. Ze houden van de zon, maar van een afstand. Als je naar de zon kijkt, stuur ze recht in het vuur. Bovendien beschadigen ultraviolette stralen de proteïnen in de ooglens, waardoor het zicht geleidelijk afneemt. Kijk uit, Arnie! Oh nee, je bent in nat beton gevallen. En je kunt er niet meer uit. Je zult dus recht naar de zon moeten staren. Hoe langer je naar de zon kijkt, hoe dieper de ultraviolette stralen in je ogen dringen. Eerst verbranden ze de buitenste laag, het hoornvlies. Dan beschadigen ze de proteïne in de lens van je oog. En dan bereiken ze de lichtgevoelige cellen van het netvlies. Dus, je huilt niet meer, hè Arnie? Dat komt omdat er geen tranen meer in je ogen zitten. Wat is dat? Zou het een wolk kunnen zijn? Maar vandaag is het voetbalday en de autoriteiten zijn kunstmatig alle wolken aan het verspreiden. Maar dit is niet het ergste. Je had die luciferstokjes niet in je ogen moeten stoppen, vriend. Wat, dacht je dat je niet meer van de zon zou dromen? Arnold, je bent blind geworden. Door de zon veroorzaakte blindheid kan centraal zijn. Of perifeer. In speciale gevallen kan nachtblindheid optreden. Dat is wanneer iemand niets kan zien bij weinig licht.
Laten we je zicht controleren. Zoek de like-knop en druk erop. Zo weten we dat je ogen in orde zijn. Wakker worden, Arnie. Ik zei toch dat Bertha bespioneren een slecht idee was. En dit zijn de gevolgen. Wat is er gebeurd? Ben je net ontslagen bij McDonald's? Maak je geen zorgen. Iedereen heeft wel ergens talent voor. Bijvoorbeeld, gehoord van een kerel uit China die in het Guinness Book of Records kwam omdat hij 57 minuten niet met zijn ogen knipperde? Hé, waar ben je geweest? Arnold! Wat? Je hebt het record gebroken? Hoe? Je hebt je oogleden gelijmd? Oh mijn god, dat is echt gevaarlijk! Knipperen is nodig om je ogen vochtig te houden. Onze lacrimale klieren bevatten anticillamen, lysozymes en elektrolyten. Zonder hen zullen je ogen weerloos worden. Dus ik ben bang dat je je geletterdheid niet lang meer zult kunnen bewonderen. De kleinste deeltjes in de lucht zullen zich op je ogen afzetten en ze krassen. Bovendien, hoe langer je niet knippert, hoe meer je dat wilt. Arnold, er is één geheim. Knipperen heeft een andere functie. Het deelt de informatie die je ontvangt en vernieuwt je aandacht. Dit betekent dat hoe interessanter de dingen zijn die je ziet, hoe minder je wilt knipperen. Probeer jezelf af te leiden met iets kalmerends. Ja, ik denk dat een goede oude zwart-wit film zal volstaan. Er zijn 3 soorten tranen. Reflex, emotioneel en basaal. Omdat je ogen droog zijn, proberen de traanklieren het gebrek aan vocht aan te vullen. Maar de film is ook niet slecht. Oh nee! Wie wist dat er een nucleaire explosie in de film zou zitten? Arnold, hoe voel je je? Fel licht doet je pijn. Je zicht wordt slechter. Dit zijn tekenen van een oogontsteking. Het moet goed behandeld worden. Het gaat zeker niet vanzelf over. Kijk uit met het lezen van de instructies, Arnold. Met plus 5 is het erg moeilijk om van dichtbij te lezen. Maar met bijziendheid op min 5 zul je problemen hebben met het bekijken van objecten in de verte. Dames, stop ermee. Hij heeft niets gezien. Arnold, Arnold! Wakker worden! Je bent in elkaar geslagen door de apotheekbeveiliging en je bent al je spullen kwijt. Ik zou niet in zulke vieze omstandigheden blijven. Heb je de kracht niet om te gaan? Griezelige gelijkenis met de symptomen van adenovirale oogontsteking. Dit gebeurt wanneer het netvlies gescheurd is en het virus er doorheen dringt. Arnold, sta op! Je zult abscessen ontwikkelen en netvliesloslating en je kunt voor altijd blind worden. Zie je die halo's? Godzijdank, het lijkt erop dat iemand de ambulance heeft gebeld. Wat is er nu weer mis? Huh? Gefeliciteerd! Je maakt kans om als eerste gekloond te worden. Stap in de machine, Arnold. Wat kan er fout gaan? Nou, laten we nu een beetje testen. Wat is dat? Het klonen werkte niet zoals ik had verwacht. Je hersenen zijn in tweeën gesplitst, met elk slechts 1 van de hersenhelften. Mijn god. Het corpus callosum verbindt de hersenhelften en bestaat uit 200 tot 250 miljoen zenuwvezels, elk enkele centimeters lang. Als je oma's tot een draad zou breien, zou ze die 3 keer om de aarde kunnen wikkelen. Dat is verbazingwekkend. Laten we je cognitieve vaardigheden eens testen. Goed gedaan, linker hersenhelft Arnold. Rechter hersenhelft Arnold, wat ben jij aan het doen? Ah, juist. De linker hersenhelft is verantwoordelijk voor taal. De linker hersenhelft bestuurt de rechterkant van het lichaam en de rechter hersenhelft de linkerkant. Dus als je het corpus callosum verwijdert, zoals gebeurt bij ernstige epilepsie, zal de persoon in eerste instantie zijn linker en rechter ledematen door elkaar halen. Laten we alles terugbrengen naar hoe het was. Ga in de machine, Arnold! Ja, 1 voor 1, niet duwen. We staan er toch niet zonder jullie allebei. Wees voorzichtig. Het lijkt vast te zitten. Wacht even, vriend. De meeste delen van de hersenen in de 2 hersenhelften zijn dubbel. Daarom, als 1 hersenhelft wordt verwijderd, of als iemand wordt geboren met maar 1 hersenhelft, kan de andere hersenhelft de functie van de verloren hersenhelft compenseren. En kan de persoon een volledig normaal leven leiden. Dus, hoe voel je je, Arnold? Is dat de vinger van de andere Arnold?
Koop je een loterijlot? Wat is die geur? Kun je dat niet ruiken? Oh, dat is balen. De kans om aangevallen te worden door een stinkend stinkdier is ongeveer 10 keer zo groot als het winnen van de hoofdprijs in de loterij. Arnie, jij oude rakker, je hebt geluk. Artsen zijn erin geslaagd je reukvermogen te verbeteren door de transplantatie van een hondenneus. Natuurlijk moet je er eerst aan wennen. Maar hey, nu hoef je niet eens meer een filter te gebruiken in Snapchat. De reukzin van een hond is 100 of zelfs 1000 keer beter dan die van een mens. En een hondenneus kan een geur ruiken op een afstand van 1 kilometer van de bron. Met een hondenneus kun je zelfs iemands fysiologische en emotionele toestand bepalen. Het is echter beter om niet te klooien met schoonmaakmiddelen. De geur van azijn, ammoniak en chloor zijn bijzonder onaangenaam voor de neus van een hond. Oepsie daisy! Arnold, ik denk dat je beter kunt wegrennen. Best cool, hè? Honden zijn macrosomen, wat betekent dat ze eigenlijk in een wereld van geuren leven. Voor hen is hun reukzin als ons gezichtsvermogen. Dus zo erg is het toch niet om het reukvermogen van een hond te hebben, Arnie? 1 milliliter water bevat 3,35 keer 10 tot de 22e macht moleculen. De reukzin van een hond kan tussen al die moleculen 1 gekozen molecuul van een stof detecteren. Dus met zo'n neus kun je altijd de lekkerste pizza vinden. Of doen alsof je een helderziende bent en mensen vinden voor geld. Of zelfs een baan krijgen als de bodyguard van een koning. Hier zijn Gertrude en Arnold. Dit kleine varkentje is een beetje slimmer dan Arnold. En nee, niet omdat het een Neuralink chip in haar hersenen heeft, maar omdat ze met de bus hierheen is gekomen. In tegenstelling tot onze roodharige dwaas die zijn auto bij de maffia parkeerde voor $50 per uur. Op deze conferentie zal Elon Musk het proces demonstreren van het installeren van een geavanceerde microchip in het brein van deze schattige kleine aapjes. En in de toekomst in het menselijke brein. Arnold, stop met de primaten te plagen met je sleutels. Zie je? Geweldig. Nou, je had het verdiend, maatje. Ik begrijp niet hoe Elon zo'n sukkel heeft kunnen uitnodigen voor zijn conferentie. Vanuit een wetenschappelijk oogpunt is Neuralink een vrij eenvoudig apparaat. Het is een set elektroden die elektrische impulsen van neuronen in de hersenen doorstuurt naar een computer. Maar technisch gezien is het een verbazingwekkend complex apparaat. Stel je voor dat de hersenen een grote bal zijn van buitengewone verwarde draden. Je moet er voorzichtig verbinding mee maken zonder iets te beschadigen. Arnold, rennen! Het is tijd om te betalen voor het parkeren of een takelwagen zal je auto meenemen. We moeten de sleutels zo snel mogelijk van de chimpansees krijgen. Hoe? Met zulke parkeerprijzen moet je tot het eind van de maand leven op noedels uit de winkel. Stap in het apenpak, zo heb je meer geluk. Vertrouw me maar. Ik weet dat het naar kontkaas ruikt, maar het is maar voor 5 minuten. Nog 1 keer. Je kan het. Hey, jongens, waar gaan jullie heen met Arnold? Alleen ik mag op hem experimenteren. Elon, wees alsjeblieft voorzichtig met Arnold. Maar echt, tegen wie praat ik? Ik ben gewoon een stem in het hoofd van deze sukkel. Arnold's brein is bijna net zo groot als dat van een primaat. En deze versie van de chip zal perfect bij hem passen. Dankzij Neuralink en wifi kan Arnold nu communiceren met andere eigenaren van dit apparaat via de kracht van gedachten. Hij profiteert ook van een enorme toename van de snelheid van de interactie met het internet. Arnold, kom op, concentreer je. Je kunt het. Download apengebarentaal van het internet. Wauw, ik wist niet dat jij aan breakdance deed. Dat is een onverwachte hobby. Hey, je moet een hoed of pet op, anders krijg je blaren. Ah, je krijgt er geld voor. Pech, Arnie. Het lijkt erop dat je nog niet klaar bent om te bedelen. Eelt is het resultaat van de deling van huidcellen. Een verdikte huid helpt het lichaam om zich aan te passen aan stress. Bij keratodermie delen de huidcellen zich echter te actief. Zo actief dat zich eelt vormt over het hele oppervlak van je hand, palm of voetzolen. Maar zulke eelt beschermt de huid niet. Het veroorzaakt alleen maar pijn.
Heb je mijn woorden letterlijk genomen en besloten om te gaan trainen? Niet slecht, Arnie, maar het lijkt erop dat je lichaam je enthousiasme niet bij kan houden. Kijk naar het eelt van deze dakloze man. Hij heeft het duidelijk niet in één dag laten groeien. Hoewel, ik denk dat je ook een aantal goed getrainde gebieden hebt die voortdurend worden gestoten. Goed gedaan, Arnold. Soms is het beter om eelt te hebben dan het niet te hebben. Maar niet altijd. Eww, wat een ellendeling. Eén eeltplek weegt 1 gram. Het kan enkele dagen tot enkele weken op het lichaam blijven zitten. Als je alle eeltplekken verzamelt die iemand in zijn leven heeft gehad, krijg je een eeltmonster dat half zo groot is als een mens. Klein, maar stevig. In sommige vechtsporten is er een term die ijzeren hemd heet, waarbij het hele lichaam wordt geconditioneerd om de gevoeligheid voor pijn te verminderen. Hiervoor moet je echter gedurende een langere periode herhaaldelijk op dezelfde plek slaan. Om een ijzeren lichaam te krijgen, vonden vechters de ijzeren bezem uit, een zware metalen massageborstel. Hij bestaat uit 50 met elkaar verbonden staven en wordt gebruikt om jezelf mee te slaan. Door de constante slagen keratiniseren de huidcellen en raken de neuronen eraan gewend, waardoor ze het normaal vinden en geen pijnsignalen meer uitzenden. Ga door, Arnie, laat ons zien wat je kunt. Ik zie dat jij je tijd niet hebt verspild. De ijzeren hemtechniek werkt. Oh! Nou, natuurlijk zijn er plekken waar eelt zich gewoon niet vormt. Dus, je hebt besloten om alleen nog pittig eten te eten? Om te worden zoals je favoriete superheld de Blazing Server? Dan staat je nog heel wat te wachten. Super pikante pepers, mega pikante wasabi chips, KFC wings. Oh, Arnold, ik wou dat je voorzichtiger was. Capsaïcine is verantwoordelijk voor de pittigheid in alle producten. Het beïnvloedt de smaakreceptoren, waardoor er een branderig gevoel ontstaat. Dit veroorzaakt een adrenalinestoot, verhoogt de hartslag en verhoogt de lichaamstemperatuur. Pittig eten stilt de honger sneller en verhoogt het energieverbruik, wat bijdraagt aan gewichtsverlies. Maar een overmaat aan pittig eten kan gastritis uitlokken. Dat is indigestie. Bij regelmatige consumptie wordt het gevoel van pittigheid dof. Arnie, dit is je kans. Een chili-eetwedstrijd. En de Blazing Server zal er zijn. Dus, Arnie, je concurrenten zijn een Mexicaan en de duivel zelf. En jij, Arnold, jij gaat de heeste chili ter wereld eten. De Carolina Reaper. Mogen God je genadig zijn. Pittig eten veroorzaakt geen maagziekte. De oorzaak zijn schadelijke bacteriën die het lichaam binnenkomen met rauw voedsel. Als de ziekte niet voortschrijdt, kan het eten van pittig eten zelfs helpen om de verspreiding van bacteriën te voorkomen. Maar onthoud, als pittig eten ongemak veroorzaakt, beperk de consumptie. Blijf lachen, Arnold. Pittige gerechten dragen immers bij aan de afgifte van het gelukshormoon. Nadat je in contact bent gekomen met de peper, mag je onder geen beding in je ogen wrijven. Dan krijg je een brandwond aan je slijmvliezen. En probeer het niet weg te spoelen met water, want dat versterkt het branderige gevoel. Melk kan helpen. Het citroenzuur in melk, citroen of sinaasappel kan capsaïcine van de receptoren wegspoelen en verlichting geven. Kom op, Arnold. Je kunt het. Je idool kijkt naar je. Dat is het. Je hebt gewonnen, Arnold. Nou, zie je wel, je hebt door alles heen geslapen. En wat is dit? De Blazing Server heeft een foto van je genomen. Zou het kunnen dat het tenminste deze keer iets goed is afgelopen? Oeps. Deze keer ook niet. Slecht weer rechtvaardigt geen vrije dag. Wat, wil je niet gaan werken? Dan stel ik voor dat je in bed werkt. Toen NASA bestudeerde wat het effect van zwaartekrachtloosheid op een mens is, betaalden ze $18.000 aan een vrijwilliger om 70 dagen in een bed te liggen. Denk er maar niet aan om op te staan, Arnie. Ik heb een sluipschutter ingehuurd die je bij de eerste poging zal uitschakelen. Je zult eten, drinken en al het andere doen terwijl je ligt. Tot ziens, vriend. Hey, heb je nog geslapen? Hoe gaat het met je? Ik denk niet zo goed. Het lijkt erop dat je aankomt. Alle energie die komt van het voedsel dat je eet, gaat nergens heen. Maar doorlichtwonden, dat is erg. Door de hoge bloeddruk stopt het bloed met stromen naar de huid. Hou vol, oude man.
Goed nieuws, Arnold. Je bent dicht bij het record van Sovjet-wetenschappers. 370 dagen in bed. Je ziet er niet zo knap uit. Elke dag verlies je 5% van je spiermassa. Daar komt nog bij dat je botten ook beschadigd zijn. En door je gebrek aan mobiliteit herstellen je botten niet en gaan ze snel achteruit. En paradoxaal genoeg wordt liggend in slaap vallen onmogelijk. Zonder een verschuiving in activiteit weten de hersenen niet hoe laat het is of wanneer het tijd is om te slapen.